Hartelijk welkom allemaal bij weer een video over laser graveren. Het is al een tijdje terug dat ik een video heb gemaakt. Dat heeft een paar redenen, dat heb ik denk ik de vorige keer ook al uitgelegd. Eerstens een aantal dingen in mijn privéleven die mij de kracht simpelweg niet geven om video's te gaan maken. Dat is best wel belastend, kost tijd en tijdrovend en dergelijke. Andere is natuurlijk ook, en dat is misschien ook wel een hele belangrijke, is het feit dat ik niet altijd weet wat ik nou eigenlijk wil gaan maken en wat ik nou wil gaan laten zien. Ik heb al zo verschrikkelijk veel video's gemaakt dat het af en toe zelfs de vraag is of je ermee door moet gaan. Maar ja, zolang als er nieuwe ideeën komen, vind ik van wel. Vandaag gaan we iets bijzonders doen. Een goed jaar geleden, denk ik dat het is, kreeg ik van iemand een lading met sportprijzen die ik mocht gaan laseren, mocht gaan testen om te kijken voor hoe dat eruit kwam te zien op glas in verband met de potentiële aanschaf van een laser door die persoon. Nogmaals dank daarvoor. En dat zijn natuurlijk hele mooie sportprijzen, maar wat nou als ik die sportprijzen eens gewoon uit hout wil gaan maken? Nou, dat is iets wat ik dit keer wil gaan proberen. Het is proberen, want het is een eerste experiment. Ik zeg niet dat het niet lukt, het zal waarschijnlijk wel lukken. Het is alleen, hoe, dat moet ik dan gaan vaststellen. Wat wil ik gaan doen? Ik wil om te beginnen een voet gaan maken. Ik heb daarvoor een flinke eikenhouten plaat. Die heb ik nog liggen. Die ga ik natuurlijk niet zo groot maken, hè, dat snap je. Ik ga dat in vorm zagen. En dan ga ik dat zeg maar geschikt maken voor de sportprijs die daarop komt te staan. Het tweede wat ik nodig heb is natuurlijk hetgene waar je dan je sportprijs op gaat maken. Dus zeg maar als het ware een soort van bed waarop je iets op kunt plakken of maken. Nou, dat is eigenlijk het simpelste wat er is. Want ik gebruik daar standaard mijn 3 mm timmerhout van de Gamma voor. Dat is namelijk heel gemakkelijk leesbaar, heel gemakkelijk snijdbaar. En dat ga ik op twee manieren gebruiken. We gaan een rechthoekige achtergrond maken. Daar komt zo meteen iets overheen, daar gaan we het over hebben. En we gaan een paar afbeeldingen die ik ga downloaden van het internet. CQ al heb gedownload van het internet, die gaan we zeg maar uitlezen. Maar ook zeg maar voorzien van een afdruk en dergelijke. Zodat we zeg maar ook iets kunnen laten zien van waar deze sport over gaat en dat soort dingen meer. Dat gaan we daar dan opplakken en vervolgens gaan we dat geheel in die voet die we net gezien hebben van dat eikenhout doen. Ik zei al, rechthoek, er moet iets op, want ik vind eigenlijk dat het dan tweekleurig zou moeten zijn. En daarvoor heb ik in China bij AliExpress, dat kan je natuurlijk ook in Nederland krijgen, maar ik heb veneer gekocht. Ik weet niet wat je weet wat veneer is. Veneer is dat hele dunne houtmateriaal wat je bijvoorbeeld op kasten plakt. Bijvoorbeeld zodat je keukenkastjes er goed uitzien en dat soort dingen meer. Dat is veneer. Nou, hier heb ik veneer in een mooie donkere kleur. Het is een beetje moeilijk te zien met het licht, maar het is best een redelijk donkere veneer. Waardoor we echt straks een verschil gaan zien. Nou, hier kun je dat heel goed zien als je dat nu zo bekijkt. Het is natuurlijk te groot. Ook dit kan gelezen worden, want het is extreem dun. Dus je moet er ook verschrikkelijk goed mee oppassen. Dat ga ik zeg maar iets kleiner maken dan de rechthoek van het hout, van het timmerhout. Zodat je zeg maar als ware tweekleurigheid krijgt. Een lichte buitenrand, een donker binnengedeelte. En daarop dan in het licht zeg maar die uitgelezen onderwerpen plakken. Die dan de sportprijs tot een sportprijs maken. Dat proces dat ga ik proberen te filmen natuurlijk voor je. Pas met dat veneer op. Het is erg breekbaar. Ik kan nu al zien zeg maar, dat er bepaalde gedeelten zijn die zeg maar, in feite al een mini breukje hebben van aan de rand. Je koopt het overigens op een stuk wat gerold is. Desalniettemin, als je het netjes houdt en je doet het voorzichtig, dan omdat je het toch op dat witte hout gaat plakken, of witte hout, maar dat lichtkleurige hout gaat plakken, kan je dat ook rustig doen, zeg maar. Oké, dat proces, dat ga ik je laten zien. Ik hoop dat je het leuk vindt en alvast heel erg veel plezier gewenst. Zo, lieve mensen, het eerste is dat we natuurlijk de afbeeldingen willen downloaden die ik wil plakken op dat rechthoek met de veneer. Ik speel discgolf. Discgolf, voor de mensen die dat niet kennen, dat is hetzelfde als golf met clubs en een klein balletje wat in een gaatje moet. Maar in dit geval bestaat het uit manden waar frisbees in moeten. Verder is het spel bijna hetzelfde. Dus je gooit eenmaal en je gooit verder vanaf de plek waar je terecht bent gekomen enzovoorts enzovoorts. Ik speel daar ook bij een club en ik maak af en toe sportprijzen voor ze die ik gratis weggeef dan wel tegen kleine betaling.
En daar wil ik deze sportprijzen voor maken. Dus ik ga daar twee afbeeldingen voor gebruiken. En ik ga gewoon simpelweg naar Google. En ik tik in dit geval disc golf basket drawing. Oftewel een disc golf mand tekening. En we zien heel erg veel tekeningen waar ik uit kan kiezen. Je zoekt het voor jou gewenste ontwerp. En dat download je. Pak een tekening, een duidelijke tekening, want we zullen zometeen zien. We gaan hem namelijk overtrekken in Lightburn, dus dat is handig. De tweede afbeelding die ik heb gedownload, dat is een afbeelding van een mannetje die een frisbee gooit. Zodat je zeg maar die erop kunt plakken, maar ook zeg maar de basket zelf. Nou, die gaan we zometeen in Lightburn bewerken. En in het tweede gedeelte gaan we dus zo'n afbeelding zoals we zojuist hebben gedownload bewerken in Lightburn. Ik ga alleen die basket laten zien, die andere werkt in principe hetzelfde. Wat ik ga doen, ik ga importeren en ik importeer de afbeelding in kwestie, de basket. Ik zoom gelijk in nadat ik het helemaal in beeld heb, dat is misschien wel het makkelijkste. Hij staat op een blauwe laag, dat is niet zo handig, ik ga hem op de zwarte laag zetten. Zo. En op dit moment is het nog een afbeelding, dus ik ga rechtsklikken op de afbeelding en ik zeg afbeelding overtrekken. Even kijken of die goed paars geworden is. Nou, dat is die in dit geval wel. Daar mogen we niet over klagen. En zodoende kan ik rustig gaan zeggen van oké, dit is naar behoren. We zien dat we nu aan de rechterkant twee zwarte regels hebben. Eentje met de afbeelding en eentje met vullen. De afbeelding gaan we weggooien. Dat is degene die ik nu aanklik. En als ik die delete, hou ik in feite... Ah, dat was lekker verkeerd. Dus ik moet even ongedaan maken. Misschien moet ik het er even afslepen. Dat is misschien het makkelijkste. Dat is de afbeelding. Dit is de afbeelding, de onderste. En die gooi ik weg. Blijft de vullaag over. Daar ben ik er nog niet mee. Ik ga hem wel gelijk even centreren. Dat is wel belangrijk. En wat ik ga doen, ik ga hem even iets groter maken, want hij heeft op dit moment een breedte van bijna 25 mm, dus 2,5 cm hoogte van 51. Ik ga hem 3 cm maken, dus 30 mm, zodat ik ook wat meer ruimte heb om te plakken en noem maar op. Ja? Oké, nou gaan we weer eventjes hem helemaal in beeld brengen. Ik selecteer hem en nu zeg ik hier zo aan de linkerkant deze tool hier en dat is de offset tool. En bij die offset tool zeg ik van ik wil naar buiten toe, dus naar links. Ik wil graag de hoekstijl rond hebben. En ik wil alleen de buitenranden hebben, outer shapes only. En daar kan je voor kiezen, dat kan een millimeter zijn, een halve millimeter. Ik kies voor een halve millimeter. Plop. Je zult zeggen, ja, maar is toch niet goed? Nee, klopt, het is nog niet goed. Het is namelijk nu één afbeelding van die vul met die rand omheen. En dus ziet de afbeelding er niet goed uit, dat kunnen we zien. Dus wat doe ik? Ik selecteer de afbeelding en ik ga hem ungroepen. Zo, ungroepen. Nu ga ik kijken of ik die buitenrand te pakken kan krijgen. Nou, dat lukt wel. Dat zal ik je zo laten zien. Daar komt die buitenrand. En die haal ik eruit. Maar hij staat op vul. En deze moet ik dus eigenlijk een andere kleur gaan geven. En dat ga ik doen. Even oppassen dat je de rechter niet selecteert. Want dan krijgen ze allebei een andere kleur. Dus ik ga deze blauw maken. En nu zien we eigenlijk alleen die buitenrand. Klein probleempje. We zien hier die kleine dingetjes hier. En die moet ik eventjes kwijt. Dus die selecteer ik. Ah, moet ik hem eerst ungroepen, hè? Zie je dat? Want anders selecteert hij die gewoon de hele afbeelding. Dus ik doe hem ungroepen. Dan ga ik die puntjes die ga ik selecteren, want die wil ik eruit gesneden hebben zometeen. Niet de randen mee raken. Delete. En dat geldt ook voor deze. Twee. Maar ook aan de rechterkant. Grappige is dat er een verschil zit tussen of je van linksaf een vierkant trekt of van rechtsaf. Van linksaf dan moet hij de hele onderdelen pakken. Als je het van rechtsaf doet, hoeft hij alleen het onderdeeltje maar te raken om het te kunnen deleten, zoals we hier nu zien. Zeg maar. Ja? En het verschil is dus rood of groen. Van linksaf is die rood, dan moet je het hele object selecteren om hem te kunnen deleten. Van rechtsaf is die groen, dan hoef ik het object alleen maar te raken om het te kunnen deleten. Wat ik nu doe, nu groepeer ik dat object weer. Nou, het is niet nodig, want het is één object zoals je ziet. En ik centreer het. In feite dus weer over mijn origineel heen. En nu maak ik daar wel één geheel van. Dus ik doe even met mijn, van mijn rechtsaf weer met mijn groene. Dus moet ik hem dan helemaal hebben.
eventjes een stukje uitzoomen. Ja, dan doe ik hem weer groeperen. En voilà, nu heb ik de hele afbeelding met die buitenrand. Dus wat ik wil doen is natuurlijk die buitenrand die moet uitgesneden worden. Dit betreft zacht hout. En de settings voor mijn machine met zacht hout, 3 mm timmerhout, die heb ik opgeslagen in mijn bibliotheek. En die ga ik dus aan die blauwe lijn toewijzen. Zo, hoppakee, die zijn aan de blauwe lijn toegewezen. De gravureinstellingen, die heb ik natuurlijk ook opgeslagen. In de vorm van fill, ook die doe ik toevoegen aan dit ontwerp. En hiermee heb ik in feite het eerste onderdeel gemaakt wat ik wil gaan gebruiken voor die sportprijzen. En dat ga ik straks uitlezen. Nou, op deze manier maak ik ook het tweede. En dan, wat ik niet ga laten zien, is het maken van die rechthoeken van die veneer en van dat hout. Want een rechthoek tekenen in Lightburn is een makkie. Maar zorg ervoor dat je de rechthoek op een bepaalde grootte hebt. Zorg daarbij ook dat je even denkt aan een bevestigingsmethode in de voet straks. He, dus ik maak het een halve centimeter groter, zodat ik een halve centimeter heb die ik heb om eventueel in de voet te verwerken. Dat is een belangrijke. Daarnaast zorg ervoor dat het veneer een halve centimeter aan alle kanten ongeveer, of misschien 4 mm, kleiner is dan de rechthoek van de houten plaat, want je wilt die tweekleurigheid genereren. Oké, dat ga ik zo meteen off camera even maken, want dat is natuurlijk niet zo heel moeilijk. Het is gewoon twee rechthoeken en die moeten uitgesneden worden. Waarbij je natuurlijk ervan uit moet gaan dat het veneer natuurlijk veel minder power nodig heeft dan het hout zelf natuurlijk. We gaan naar de laser, want we gaan deze afbeeldingjes uitlaseren. Zo, inmiddels zijn we begonnen met het laseren van de eerste afbeelding. De afbeelding zelf wordt gelezen, daarna wordt hij gesneden. Ik doe twee overigens, zodat ik het project dubbel op kan maken. Hierna komt, dit is de basket overigens, hierna komt de player. En daarna gaan we beginnen met de rechthoeken. In de tussentijd is het zaak om te beginnen aan onze voet. Ik heb uitgemeten het formaat van de voeten. Ik heb er twee, omdat ik er ook twee maak eventjes. En dat ga ik met de lintzaag even uitzagen. Dat doe ik off-camera. Genoeg video's te vinden waar hoe je ziet hoe een lintzaag werkt. Dat is het eerste wat we even gaan doen. Naast de beide voeten zijn nu de baskets en de afbeelding van de gooiende man afgebeeld en gelezerd. Gaat ons nu aan de zaak om de achterplaat te laseren. Diegene daar waar straks de veneer op komt. Misschien afvragen waarom heeft Ronald dit vastgetaped. Nou, dat is heel simpel. Deze plaat die ligt al een tijdje. En die is een beetje krom getrokken. En we willen natuurlijk wel proberen graag zo recht mogelijk zaken uit te laseren. Dus tape ik het vast. Het resultaat zal dus ook niet 100% perfect zijn. Maar het gaat erom of datgene wat ik wil, of dat werkt. Want dan kan ik later in productie wat meer van deze sportprijzen maken. Ik ga dus nu de achterkant maken. Om wat onderdeeltjes na te gaan bewerken met mijn mini schuurmachientje. Zodat we ook keurig gladde onderwerpjes hebben. En daar ga ik dan nu dus mee beginnen tussendoor. Er moet nog wat gelezerd worden. Zometeen gaan die houten blokjes gaan erop om daar een sleuf in te frezen. Een sleuf in te laseren, beter gezegd. En dat moet ik dan nog een beetje uitgraven met bijvoorbeeld mijn dremeltje. Het voetje is bijgeschuurd en ik heb een sleuf gelezerd. Alleen die moet nu dus uitgehold worden. En dan zou daar straks ons plaatje in moeten kunnen komen met de sportprijs erop. Ik ga kijken of ik dat kan doen met een dremeltje. We gaan het zien. Het moet worden is het veneer. Ik plak dat vast omdat het nog steeds wat opkrult. Het wordt opgerold geleverd. Kunst is om dit de juiste settings hiervoor te vinden. Ik ga er dus met een 1000 mm per minuut overheen met slechts 30% power. Kijken of dat acceptabel is. En ik zie net dat ik een klein foutje maak, want ik wilde het omgedraaid lezen. Dus ik ga even deze veneerlaag omdraaien en dan ga ik dat lezen. De veneer is ook gelezerd. Ik heb wel de settings moeten verhogen naar 60% en stinken doet het ook wel behoorlijk. Dus 1000 mm per minuut, 60% en dan kan je het er zo uitbreken. En dan kunnen we vervolgens dat veneer gaan aanbrengen op de wat lichtere onderplaat. De voetjes met eikenwas ingesmeerd. Wel even opgepast dat ik de sleuven schoon heb gehouden. Want daar moet ik straks houtlijm in zien te doen.
En dan kijken dat ik die plaatjes daarin kan verlijmen. Op dit moment heb ik de veneer op de houten onderplaatjes geplakt. En ik ben aan het wachten tot dat een beetje opgedroogd is. En dan kunnen we daarna beginnen met het slot in elkaar te zetten. De volgende stap is het aanbrengen van de ornamenten op onze onderplaat met veneer erop. En dan krijg je dus iets in deze geest. Daarvoor pakken we simpelweg houtlijm. Even goed opletten van wat gaat wel worden gebruikt, wat niet. Ik denk, oké, het poppetje tot aan met een groot deel van zijn arm. Niet helemaal, maar wel een groot deel van zijn arm. Dus we gaan houtlijm aanbrengen. Ik doe dat eventjes vrij ruw, want ik ga dat met de vinger uitsmeren. Beetje oppassen dat ik niet de zijkantjes meeneem, zoveel mogelijk niet, zeg maar. Je mag nog wel iets meer op. Nou. Oh. En dan breng ik hem aan. We zien dat we wat heel klein beetje spillage hebben. Daar moet ik heel even een Stanley mesje voor pakken om dat te verwijderen. Ik heb niet een Stanley mesje genomen, maar een klein soort speldgebeuren wat ik gebruik bij mijn epoxy. En daarmee heb ik die restjes van die lijm uit die hoekjes weggehaald waar het zichtbaar zou zijn. En zodoende hebben we nu een keurig plaatje erop gemaakt. De andere ga ik er ook op maken. Ook daar moet ik even goed kijken. Oké. Ik ben een beetje door mijn houtlijm heen, dus dat is een beetje lastig. Ik zie nog aankomen dat ik daar nog achteraan moet. En ook die gaat erop. Deze kan alvast wat gewicht op, zodat die kan drogen. Maar zo ga ik dus die plaatjes maken. En dan als ze zometeen klaar zijn, ja, dan moeten ze natuurlijk nog in de voet worden gezet. Dat gaan we zometeen zien. Laatste stap, eigenlijk bijna laatste stap, is dat we zeg maar de plaatjes aan moeten brengen in de sleuven die ik gemaakt heb in de voetjes. Sleuven zijn wat te breed geworden, heb ik alvast vast kunnen stellen. Daarom ga ik ook geen houtlijm gebruiken nu. Ik ga MDF-vuller gebruiken wat ik nog heb. Ik ga daarmee die sleuven opvullen. Dat ga ik namelijk off-camera doen. En dan ga ik ze erin plaatsen en dan zal het moeten drogen. Ik ga daarmee beginnen. Ik ga je zo het resultaat daarvan laten zien. MDF-vulmiddel een vervelend materiaal. Dat zien we terug, zeg maar, door de resten daarvan op de voetjes. Dus dat moet, als het eenmaal gedroogd is, nog weer weggeschuurd worden. Maar ja, zover zijn we nog niet. Het moet eerst gedroogd worden. En als het dan droog is, dan kunnen we dat gaan wegschuren. En kunnen we dat met blanke lak gaan afronden. Dan moet ik de restanten van dat vulmiddel gaan schuren. En dat ga ik doen met mijn Dremel. Die heb ik hier hangen. Dus nou, daar ga ik je even een klein beetje van laten zien. Thank you.
Op deze manier wordt ook de was en de olie weggeschuurd. Maar dat ga ik zo meteen maar weer oplossen. Zo, dat is de eerste van de twee. De andere ga ik op dezelfde manier doen. En daarna ga ik de voetjes opnieuw in de was zetten. Nog heel eventjes opnieuw de voetjes in de was zetten. Want door dat schuren is er natuurlijk daar niet zo heel veel van overgebleven. Dus dat ga ik nu doen. Zodat dat er ook weer netjes uitziet. Later, op het moment dat je natuurlijk namen of zo, of voor welke categorie of zo, zo'n prijs is en je wilt dat gaan toevoegen, dan is dat natuurlijk heel gemakkelijk te doen hier op de voorzijde van de sportprijs, zeg maar. Ja, en die was, je zult zeggen van ja, wat heeft het voor zin? Nou, om te beginnen ruik ik het verschrikkelijk lekker. Dat is natuurlijk sowieso leuk om te hebben. Maar daarnaast maakt het ook echt de prijs echt af. Dat kan ik zo zeggen. En deze is ook in de was gezet. Nog één ding rest ons. En dat gaan we zo meteen doen. We gaan hem namelijk in de transparante lak zetten. Dus in de transparante lak zetten. Ja, heel gemakkelijk. Simpelweg lak eroverheen. Omdraaien. Je zult zeggen van ja, maar die veneer en zo dan. Nou, waarom niet? Het is hout. Dus het moet daar tegen kunnen. Bovendien, lak sealt de zaak ook een beetje. Zodat het uiteindelijk er gewoon beter uit komt te zien. Voor- en achterzijde. Zoveel werk is het niet. En voilà. Het staat in de lak. Hier aan het eind van de video het eindresultaat. Het moet nog even drogen, een klein beetje. Maar je ziet, het ziet er eigenlijk fantastisch uit. Ja, de rechter hangt de basket iets meer naar rechts dan aan de linker. Maar dat is natuurlijk, als je ze gelijktijdig gaat maken, kun je dat makkelijk voorkomen door gewoon goed te kijken hoe je de zaken plaatst. Vooraan kunnen dus namen en eventueel onderdelen, de divisie waarin men speelt of zo, hè? En zo kan je dus van hout met een beetje veneer om een andere kleur te creëren hele mooie sportprijzen maken. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Tot de volgende keer. Dag.